niet zenuwachtig ben, dan liep ik. Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Maar het gaat goed komen. We gaan nu het tweede vliegtuig in vanuit Istanbul naar Kayseri. Ik weet niet of je ons hoort. Goedemorgen, het is vandaag weer de volgende ochtend en ik ben in Kayseri. Ik ben nu bij familie voor 2 dagen. En ik was gisteren rond 1 uur of 2 thuis. Dus ik was echt kapot en had mijn vlog ook niet afgesloten. Dus hierbij. Schade na 1 dagje shoppen met SMN. Oh, met deze twee ben ik echt heel blij. Ik zit nu in een bus richting. En we gaan naar een hotel. We gaan naar Kozakken. Dus we hebben last minute besloten dat we nog gaan overnachten in een spa-hotel. Hoe heet die ook, hè? Okay. We gaan kijken welke het is. Surprise, surprise. Het hotel waar we nu zijn is echt super mooi. En hier is de spa, dus we gaan nu naar de spa en ik misschien. We zijn net bij het massagepark geweest en mijn moeder die heeft een beetje last van de rug. Dus we gaan even kijken of ze het nodig heeft. En daar gaan we een soort van zoutbehandeling. Maar we weten niet wat we gaan doen. Oh, ik hoor al geluiden. We gaan nu naar het zwembad. En Turk sauna. En Turk sauna en een hammam. Nou, we zijn uitgecheckt bij het hotel. We zijn onze koffers. We zijn aan het wachten op onze bus. Volgens mij is die er, hij is er nog niet. We gaan zo meteen met de bus gaan we naar Nevşehir. En van Nevşehir gaan we een andere bus nemen naar Ürgüp. Ja, we zijn nu al. We zouden om 10:30 zouden hier moeten zijn, maar het is nu 10:15. Dus ik ben benieuwd hoe laat hij komt. En dan moeten we ongeveer 1,5 uur moeten we gaan reizen. Nou, we zitten dus in de bus. Als je vraagt waar de buschauffeur is, die is even naar buiten om voor ons het ticket te halen. Waarom niet? Middle of nowhere. Oh, we zijn... Nou, waar zijn we nu? We zijn nu ergens in Nevşehir beland. We wachten op de volgende bus richting Ürgüp. Ik ben helemaal klaar met dat met reizen en bussen en vliegtuigen en alles. We zijn nu in Kappadokia en dit is de streek waar mijn ouders en familie vandaan komen. We komen hier jaarlijks tegen de 3 miljoen bezoekers. En dat komt omdat hier vroeger een vulkaanuitbarsting was geweest. En het, ja, het lijkt nu heel erg op een maanlandschap en het zijn allemaal grotten. Ik ben momenteel op bezoek in een villa bij familie van me. En ik ben dit echt niet gewend dat het zo erg aan het sneeuwen is. Want normaal ga ik altijd in de zomer naar Turkije. En ik vind het echt raar om sneeuw te mogen meemaken in Turkije. Nou, kijk, zoals jullie kunnen zien, dat is een zwembad. Nou, natuurlijk is het hier natuurlijk niet vol, want het is super koud en het sneeuwt. Ik weet niet of jullie het sneeuw kunnen zien. Jawel, toch? Ik ben echt aan het genieten. Dit is traditioneel. Dit is een soort kachel op open haard.
En ik weet niet of jullie ooit gehoord hebben van komkommers, maar dat zijn dus zeg maar gekoelde aardappelen. Een aardappel die zijn door de helft, dus er kaas bij en aroma's. En dan doen ze ja, allemaal lekkere dingetjes in, zoals mais en ja, groentesoorten. Ik ben nu in Urgup met mijn nichtjes. Ze spreken geen Turks. In Urgup. Ze spreken geen Nederlands, maar dat kan wel. Nou, heel stom dit, maar ik ben dus vergeten mijn telefoon op te laden tijdens mijn busrit naar Istanbul. Want ik ben 2 dagen in Urgup gebleven en daarna ging ik met mijn moeder naar Istanbul. En de busrit duurde 14 uur en dit was de bus waar wij mee gingen. Nou, we zijn in Istanbul. En het is aan het sneeuwen en we hebben honger. We hebben een busreis van bijna 14 uur gehad. En toen we aankwamen in het hotel, zijn we gelijk even wezen slapen om er voorbij te komen. Want het was best wel, ja, het is best wel wat om 14 uur in de bus te moeten zitten. We gaan nu ergens eten. Oh, kijk, kuftetje. Kunnen we ook doen. Misschien dat we kufte gaan eten. Ja, dan moeten we doen dat, hè. Ja. Het sneeuwt en het is zo leuk en we lopen heel knus. Daar ben ik weer. Ik ben nu in het hotel en ik ga slapen, want het is best wel, ja, best wel laat. En morgen ga ik heel vroeg opstaan om samen met mijn moeder van Istanbul te genieten. Want we blijven hier tenslotte 1 volle dag. En overmorgen in de ochtend gaan we alweer terug naar Nederland. Dus ja, ik ga nu lekker slapen en ik zie jullie morgen. Doei doei! Nou, we zijn bij de Kapalıçarşı. En het staat hier bekend als een van de grootste bazaren. Ik weet niet wat meer fout is. Van Turkije. Het is echt super groot. Er zijn meer dan 1200 winkels hier. Dus ja. Ja, en er is hier een museum. Mijn moeder is nu tickets aan het halen en daarna gaan we naar binnen. Het is echt super mooi. Ik hoop dat ik binnen mag filmen. En als dat mag, dan ga ik dat zeker doen. Ik geniet hier echt. Istanbul is zo mooi. En voor de mensen die zich afvragen of het wel veilig is hier, het is zeker veilig. Elke hoek zijn er wel soldaten of politieagenten. En je wordt overal ook gewoon goed gefouilleerd als je bijvoorbeeld een grote winkelcentra gaat. En dus ja, er zijn ook heel veel toeristen hier en dat vind ik ook heel erg leuk. En mensen kijken me nu aan, maar dat maakt niet uit. Oh, grappig dit. We zijn nu bij de Sultan Ahmed Jami en we zijn aan het wachten op het gebedsoproep. Het is echt super mooi, heel groot. Ik zal het even laten zien. Dit is de Sultan Ahmed en dat daar is de Hagia Sophia. Wauw. Oh, volgens mij hoor je hem. Volgens mij gaat het. Wow. Het was heel mooi om mee te mogen maken. We zijn hierna gewoon weer terug naar het hotel gegaan, maar ik kon de beelden helaas niet meer vinden. Nou, onze vakantie is voorbij. 10 dagen zijn over. We zijn nu in Istanbul op de luchthaven, Atatürk luchthaven. We zijn aan het wachten totdat onze gate open gaat en we kunnen onze koffers inleveren of laten controleren in ieder geval. En dan gaan we om 12:15 Turkse tijd gaan we vliegen. Ja, ik heb het heel erg leuk gehad hier samen met mijn moeder. We hebben genoten. En ja, ik vind het jammer dat we weggaan. Ik had nog wel een paar dagen langer willen blijven. Maar goed, ik ben al blij dat ik last minute even 10 dagen weg kon. Dus ja, ik zie je zo weer.
Nou, zoals jullie zien stappen we nu weer het vliegtuig in richting Amsterdam. Het was heel erg leuk, maar het is voor ons ook wel weer tijd om terug te gaan. In Nederland word ik opgehaald door twee vriendinnen van me, Kim en Marij. Oh god. Nou, welkom terug in Nederland. Kijk, mijn girls hebben een ballon voor me gehaald. Echt super schattig. Nou, ik ben weer heerlijk thuis en ik ga nu lekker slapen en even bijkomen. Morgen moet ik weer gewoon naar school. Dus ja, ik vond het een hele leuke vakantie. En ik hoop dat jullie mijn vlog leuk vonden. Van wat ik allemaal in 10 dagen gedaan had. En ja, dank jullie wel voor het kijken. Geef me een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat was het alweer. Doei!